En dan ben je dus hoogleraar, hè? Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, ene Roos Vonk. Hoogleraar, let op, sociale psychologie. Hé, hey. Ja, dan ben je niet de domste, hè? Nee, hij heeft ook nog een boekje geschreven en dat geeft ook nog cursus in hoe maak ik de beste indruk bij de eerste indruk, hè? Dus als je de eerste indruk, dat je dan goed voor de dag komt. Nou, deze Roos Vonk, die hebben ze dus, de deugneuzen, die hebben haar vooruitgestuurd. En die ging eventjes online even tekeer tegen Wilders. Ja. En die noemt hem dan een gevaarlijke gek. Daar begint het al mee. Dat is al hele verstandige taal natuurlijk voor een hoogleraar. En de hoogleraar besloot met de zin, maar nou is het alleen maar de vraag, hoe kunnen wij hem onschadelijk maken? Hé, hey, de hoogleraar, allemaal over nagedacht en denkt dan niet bij zichzelf, oh, dat kan ik beter niet schrijven, want dat, ja, dat klinkt nogal bedreigend en misschien breng ik andere maffe deugneuzen op een verkeerd idee. Nee, dat heeft de hoogleraar niet gedacht. Nee, die was gelijk in paniek, want die werd natuurlijk van alle kanten werd ze erop aangesproken. En die zei, ja, nee, dat heb ik zo niet bedoeld. Nee, want ik bedoel het politiek natuurlijk. Dat ze hem politiek onschadelijk maken. Dan had je dat erbij moeten zetten. Hé, hey, mevrouw Vonk, hoogleraar. Ja, en dan moet je daar niet later mee komen. Het is toch te gek voor woorden. Dus die Wilders, die ontplofte natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk voor hem is het spekkie voor het bekkie. Dus die ging tekeer en die zei, hup, gelijk aangifte gedaan bij de politie. En noem het maar op. Misschien heeft ze het niet zo bedoeld, dat kan hoor. Ja, mijn hoogleraar. Maar ze kan dat natuurlijk helemaal niet schrijven. Nee. En dat hoor je te weten. Ja, als je bij de universiteit van Radboud in Nijmegen zit. Ja. Hey, vrienden. Ik heb een verzoek aan de deugneuzen. Hey. Gaan jullie je een beetje gedragen?